Ik heb, kijk, daarvoor moet ik even erbij vertellen dat Jérôme Helding, dat hij bekend is geworden omdat hij, vooral in het NRC-publiek natuurlijk, omdat hij vanaf 1960 tot 2012 een rubriek in de NRC had geheten Dezer Dagen. Dat is dus 52 jaar? Dat is 52 jaar. Hij werkte al vanaf 1945 bij de NRC als redacteur buitenland, maar in 60 is hij aan de rubriek begonnen. En hij kreeg langzamerhand, naarmate we in de 21ste eeuw raakten, een zekere bekendheid, omdat hij dat al zo lang deed. Maar goed, ik ben opgevoed met de NRC thuis, dus ik ben op een gegeven moment waarschijnlijk die rubriek ook gaan lezen. En wanneer dat precies is, of dat pas in mijn studententijd was, dat weet ik niet meer. Maar ik was wel altijd een fan van die rubriek. Dus ik heb heel lang die rubriek gelezen, gewoon als vast onderdeel van die krant. En je sloeg er ook wel eens eentje over, of je vond er eentje niet interessant. Maar ik was wel een vaste lezer. En in mijn tijd dat ik bij Vrij Nederland werkte, in de tweede... Waarom vond je hem als toen je jong was interessant? Ja, dat ging over... Het ging over, nou, niet zozeer in de gymnasiumtijd of zo. Misschien las ik hem toen ook wel eens. Maar meer mijn studententijd en daarna. Het ging over buitenland en buitenlandse politiek. En Nederland in het buitenland. En dat heeft me op een of andere manier altijd geïnteresseerd. En ik ben naar Groningen gegaan. En toen ben ik in de tweede fase, maar goed, dat gaat te ver. Maar en toen ben ik polemologie gaan studeren. Een verdwenen, verdwenen vogel, heet zoiets. Dat is de vredeswetenschap, zeg maar. Maar een beetje een chique naam daarvoor, want vrede was toen communistisch. Dus het moest anders heten. En toen hield ik me ook met dat soort dingen bezig. En Heldering was een bekende naam in dat gezelschap. Niet dat ze hem altijd met hem eens waren, maar hij werd gevolgd. Dus dat stimuleerde het ook nog. En toen ben ik daarna bij Vrij Nederland gaan werken en redacteur geworden. En op een gegeven moment ben ik met een collega van me, zijn we stukken ook over buitenlandse zaken en ook wel eens over het buitenlands beleid gaan maken. En op zo'n manier heb ik dus Heldering ook een paar keer ontmoet. Dat is niet heel erg veel, maar een paar keer en genoeg om een beeld van hem te hebben. En het was altijd een beetje een nette, chique, hele vriendelijke, aimabele figuur in een prachtige villa in Den Haag ergens. En hij was toen geen NRC-hoofdredacteur meer, maar directeur van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken. En, dus dat is de achtergrond. En daarna heb ik eigenlijk, toen is hij daar met pensioen gegaan, daarna heb ik hem ook nooit meer gezien. En op een gegeven moment, hij is in 2013 overleden. Toen, een jaar later of zo, in de zomer, moet ik weer een keer op zijn naam zijn gestuit. En toen dacht ik, die man die zou een biografie moeten hebben, dat is die nou waard. En ik ga hem maken. En toen werd ik heel enthousiast en tegelijkertijd heel zenuwachtig, want toen dacht ik, er zijn al 85 mensen die dit voor mij verzonnen hebben. Dus die zijn al allemaal keihard bezig, et cetera. Nou, dat bleek godzijdank niet zo te zijn.